Onder de naam Bout maakte hij vanuit zijn woonplaats Berlijn al een aantal technoplaten. Maar 4 jaar geleden begon hij aan een popplaat die lovend werd ontvangen. En nu is er een nieuwe single. En onder zijn doopnaam Bart Constant staat hij de komende tijd in het voorprogramma van Kiteman Rutger. Hoi. Bart Constant, en jij heet Rutger? Ja. Ja, interessant. Goed gedaan. Ik heet het volledig Rutger Bart Constant Hoedemakers. Ja, ja, ja. Nee. Even de dames. Vind ik toch bijzonder. Amerikaanse pianiste, Duitse drummer. Klopt. Kon niet anders. Moest. Ja. Geen Nederlanders in Berlijn. Geen Nederlanders in Berlijn? Nee. Want je opereert nog steeds helemaal vanuit Berlijn? Ja, ik woon daar en ik heb daar een studio en kom af en toe naar Nederland. Het is daar veel leuker dan in Nederland? Veel leuker, ja. Waarom? Maar misschien heb je gelijk. Waarom is het leuker? Het is vooral een fijne plek om te wonen en je kan heel makkelijk een studio opzetten. Dat was eigenlijk mijn voornaamste reden om daar naartoe te gaan. Oké, en nu sta je in het voorprogramma van Kiteman. Je hebt een beetje in de gaten hoe groot Kiteman in Nederland is. Ja, ik ken hem al een tijdje. Dat is een groot feest, hè? Ja, dan sta je dus in Tivoli voor een stampvol uitverkochte zaal. Dat wordt... Heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in. Heel het eerste nummer wat je gaat spelen in Tivoli? Eerste nummer weet ik nog niet eigenlijk. Oh, denk er rustig over na. Wat ga je hier spelen? Tough Cookie. Tough Cookie! Expect you overlooking me.